Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik ga even mijn camera schoonmaken, want die is vies. Zo, het is vandaag maandag en ik ben op werk. Het is echt nog super vol. Het is nu 9 uur. En over een half uurtje komt Saar hierheen, want die komt vandaag hier gezellige content maken. Dus dat is echt heel gezellig. Ik voel me alleen niet super lekker en het is echt super druk vandaag. Dus daar baal ik alleen een beetje van dat ik me dan nu niet lekker voel. Ik hoop sowieso dat ik me snel wat beter voel. Want ik ga donderdagochtend op vakantie naar Ibiza. Echt heel veel zin in. Ik zag alleen wel dat het echt super slecht weer wordt eigenlijk. Dus dat is echt heel jammer. Wat gebeurt er met mijn camera? Of ligt het aan mij? Opeens is het weer daar super slecht. Was vorige week 28 graden daar en nu staat er 17 graden. Dus... Peter, passen ze dat nog aan. Ik zal een ontbijtje maken, want ik heb ook nog niet ontbeten. En dan wachten tot Saar er is en dan content maken. Ik ben weer thuis. Het is inmiddels 16:45 en ik moet echt mijn koffer gaan inpakken, want ik moet nog zoveel doen. Het is niet normaal, maar oh my god. Ik moet echt heel veel doen en ik heb gewoon zoveel stress omdat ik zoveel moet doen, dat ik gewoon niet aan kan beginnen, omdat ik zoveel stress heb van de stress. Ik weet niet of het een beetje logisch klinkt, maar goed. Er kwamen net echt twee super schattige meisjes aan de deur, want ze kwamen armbandjes verkopen voor 50 cent per stuk. Nou, het zijn niet echt mijn stel armbandjes, ik weet niet echt wat ik ermee ga doen, maar ik kon geen nee zeggen, dus ik heb ze een paar euro gegeven. Ik dacht, ik vind 50 cent echt veel te weinig, ik vind het zo schattig, ze hebben ze zelf gemaakt. Met van die smileys, ik heb roze en blauw uitgekozen. Ik heb ze gewoon mijn cashgeld uit mijn portemonnee gegeven, want ik gebruik dat toch nooit. Nou, ze zijn helemaal blij. Echt zo schattig. Ik zag ze helemaal zo wegrennen. Oh my god. Oh my god. En van die schattige kleine meisjes. Oh, oh, zo cute. Oh, ze zijn nu hun geld aan het tellen. Ach, wat schattig. Goedemiddag. Het is vandaag dinsdag. En ik lig in bed, zoals je kan zien. Ik heb vanochtend gewerkt, maar ik voel me zo slecht. Ik ben echt ziek aan het worden. Zo'n keelpijn en alles doet pijn en... Oh my god, ik haat het. Ik hoop echt niet dat ik ziek word. Ik ben maar gewoon in bed gaan liggen. Ik wil eigenlijk vanmiddag nog even naar de stad om wat dingen te kopen. Maar misschien dat ik dat gewoon morgen ga doen voordat ik wegga. Laatste moment. Want oh my god, het regent ook buiten. Het is goor weer. En ik voel me zo slecht. Ik moet mijn hele koffer ook nog inpakken. Dat wil ik wel echt vandaag gaan doen. Want morgen heb ik er gewoon geen tijd voor. Ik moet morgen werken. Daarna eventjes naar de stad om... mijn broek op te halen van de kleermaker. En dus wat dingen kopen die ik nog moet kopen. Dan kom ik thuis, ga ik mijn douche klaarmaken. En dan moet ik al in de avond naar Charlotte toe om te slapen haar. Alright guys, voordat ik verder ga met deze vlog wil ik jullie ook een pakketje laten zien van Look Fantastic. Want die is binnengekomen. En ik heb weer een aantal dingetjes besteld. Onder andere voor de vakantie naar Ibiza heb ik een paar dingen besteld. Dus ik dacht, ik laat het snel nog even aan jullie zien in deze week vlog erbij. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. De code LFROSA geeft je namelijk korting. Ik zal het eventjes in de beschrijving zetten. En een linkje ook in de beschrijving zetten. Dan kan je het eventjes checken. Maar ik heb dus een aantal een beetje zomerachtige items besteld. En als eerste is dat van Lancaster deze Tan Maximizer After Sun Lotion. En deze ruikt oprecht zo lekker. Ik heb die zo'n keer eerder gehad. En deze geur doet mij gewoon echt letterlijk denken aan vakantie. Dus de tuba. Ja, dit ruikt gewoon zo super lekker. Als ik dit ruik, dan krijg ik gewoon gelijk een flashback naar al mijn vakanties waarbij ik dit heb gebruikt. Heerlijk. En ik vind sowieso altijd echt super chill om nadat ik in de zon heb gezeten lekker een crèmeetje op te doen. Lekker helemaal gehydrateerd. Na een stranddagje. Dus deze. Dan heb ik nog een suncare item. En dat is deze olie van Garnier. Dit is een Ideal Bronze. Een olie. Een zonnebrand olie. Dus met wel met SPF erin. Maar wel om lekker bruin te worden. Dan van mijn favoriete lijn van Kerastase. Een heat protecting crème. Tenminste, het is een leave-in conditioner. Maar er zit volgens mij een heat protecting functie ook in. En deze lijn vind ik zelf heel erg chill. Ik heb hier ook de shampoo conditioner van. En hij ruikt ook echt super lekker. Dus die. Dan van Starskin een lekker gezichtsmaskertje. Bold mask. Heel chill. Ik zie dat mijn camera elk moment uit kan vallen. Dus ik moet even snel een klein beetje doorpraten. Oh ja, dan van La Roche-Posay een gezichtszonnebrand. Ik ben namelijk nog steeds een beetje aan het zoeken naar wat voor mijn huid een fijne zonnebrand voor het gezicht is. En van deze zag ik echt super veel goede reviews op TikTok. Dus ik dacht, ik
kies deze uit. En ik heb dan de SPF 50. En ik heb deze al een keer gebruikt. Hij ligt, zit ook niet in een doosje. Dus hij ligt daar, maar ik ben echt te lui om op te staan. Maar ik vond hem voor de eerste impressie best wel chill. Dan nog iets wat ik al gebruikt heb. Dat is dit setje van Anastasia. Met een wenkbrauwgelletje en een wenkbrauw soort van pen. En dat gelletje is dus zo'n soap idee. En dit maakt echt mijn wenkbrauwen fantastisch. Ik heb dus een keer zo'n brow lift gedaan. Maar daardoor zijn mijn wenkbrauwen echt super erg uitgevallen. Dus dat wou ik niet meer doen. Maar ik vond het resultaat wel altijd super mooi. En met dit krijg ik echt gewoon precies hetzelfde resultaat. Dus daar ben ik echt heel erg tevreden over. Dan van NARS 2 nieuwe concealers. Dit zijn de concealers die ik altijd gebruik. Namelijk de Radiant Creamy Concealer. En die heb ik in de kleur Crème Brûlée en Custard. Oké, ik had een kleine onderbreking omdat mijn camera was leeg. Dus ik heb intussen even snel gedoucht, mijn skincare gedaan, pyjama aangetrokken. Dus, nou goed, ik ga niet al snel verder waar ik gebleven was. En dat waren volgens mij de twee concealers van NARS. Die gebruik ik altijd. Ik heb er echt een stuk of 7 nu. Ik begrijp ook niet waarom ik ze elke keer bestel. Ik ben bang dat ze opraken en dan bestel ik een nieuwe. Maar ik heb er eigenlijk in principe nog meer dan genoeg. Ik heb nu dus twee kleuren, een iets lichtere en een iets donkere. Kijk, iets donkere is dan nu goed voor pukkeltjes en dingen. En die lichtere gebruik ik dan voor onder mijn ogen en voor plekken waar ik het iets lichter wil maken. Maar ik heb deze dus nog. Dus deze ga ik nog niet openmaken. Dat vind ik zonde. Kunnen in mijn backup mandje. Dan een item van Kiehl's. Dit is namelijk de Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum. En ik heb dus toevallig ook nog in een perspakket ontvangen. En ook de lichtere variant ervan. Of nee, de zwaardere variant. Dit is al de lichtere variant. Dus ik ga eerst deze uitproberen. Ga kijken of ik hem fijn vind. Want ik hoor namelijk echt heel veel goede verhalen over retinol. En met name ook over deze. In deze zit 0,1% retinol volgens mij. En in de zwaardere variant 0,3%. Dus om te beginnen is deze wel handig. Ik mag het alleen nu nog niet gebruiken omdat het nog te kort op de peeling is die ik laatst heb gedaan. Dus ik moet nog heel eventjes wachten met deze gebruiken. Maar ik ben echt heel erg benieuwd naar. En dan heb ik als laatste een wimperserum van Olaplex. Dit is de Lash Bond Building Serum. En deze is nu dus volgens mij een paar maandjes pas te koop. Ik ben heel benieuwd. Olaplex, ik kan hem gelijk opdoen. Oh shit, ik laat alles vallen. Ik moet zeggen, ik heb altijd hele gevoelige ogen. Dus ik ben heel benieuwd hoe mijn ogen op deze serum gaan reageren. Ik wil ook van die hele mooie lange wimpers. Zo. Goed, dat zijn dus alle items die ik bij Look Fantastic heb besteld. De code is dus LF Rosa. En hoeveel procent korting die op het moment geeft, weet ik uit mijn hoofd eventjes niet. Dus ik had het eventjes in de beschrijving zetten. Dus ik bestel zelf ook best wel vaak bij Look Fantastic. Omdat ze gewoon lekker een ruim assortiment hebben. En ik, zoals je ziet, alles daar kan vinden wat ik eigenlijk nodig heb. Check het zeker eventjes. En dan gaan we nu verder met de weekvlog. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag en het is best wel vroeg. Ik moet namelijk er zo vandoor om te werken. Ik voel me nog steeds niet lekker. Om 2 uur sowieso een afspraak voor mijn nagels. Dus ja. Ik ga naar een nieuwe salon vandaag in Den Haag. Nou, niet een nieuwe salon, maar voor mij een nieuwe salon. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik doe normaal dus altijd bij Demi in Battenverdorp, bij Demi's Nail Bar. En ik vind haar echt super chill. Ze doet mijn nagels altijd super mooi en super snel. Het blijft heel goed zitten. Alleen, ik wil nu eventjes snel in de buurt wat zoeken. Omdat ik niet de tijd ga hebben om vandaag helemaal naar Battenverdorp heen en weer te rijden. Zeker omdat het vanmiddag ook druk is op de weg. Dus ik heb gewoon iets in Den Haag. Ik heb mijn koffer ook ingepakt. Althans, bijna. En ik heb wat aan de vele kant mee. Maar ik wil ook wat dingen meenemen voor foto's en zo. Dus ik dacht, ik kan er beter te veel dan te weinig meenemen. Ik heb toch een grote koffer mee. Ik kan het goed vullen. Oké, ik ben weer klaar met werken. Daarom denk ik ook dat dit een goede plek is om mijn camera neer te zetten. Ik rijd nu heel snel door naar die nagel. Wat zit mijn stoel haar? Jongens, ik ben net klaar. Oh, ik vind het zielig om zeg maar te zeggen dat ik het niet mooi vind. Maar ik had blijkbaar was het dus een meisje die een voor het eerst be-up ging doen. Ik zat er zeg maar voor haar als model. En het is, ja, het is prima. Ik kan er wel even mee door. Maar het is super dik. En ik vind het echt heel gemeen om te zeggen. Ik ben ook die persoon die als ik naar de kapper ga en mijn haar veel te verschrikkelijk is geknipt, dat ik dan ga zeggen, oh, ik vind het mooi. Maar ja, ik ga nu kan ik het niet echt laten zien. Maar het is super dik. En het is gewoon echt alsof er 3 lagen acryl overheen zitten. Maar dan
kopieën vorm. Maar goed, ik ga thuis even wat beter laten zien. Maar hier zie je een beetje de dikte. Alright jongens, ik zit samen met mijn vader in de auto. Want mijn vader gaat me naar Rotterdam brengen. Dan slapen we daar, zijn we namelijk in Rotterdam. Want we vliegen morgen vanaf Rotterdam Airport. Dus dan kan Charlotte de vriend ons brengen naar het vliegveld. Echt, we vliegen al om 7 uur 's ochtends. Ga je vergeten? Moet je rijden? Nee, die koop ik daar wel dan. Als ik krijg. Nee, rij. Weet je zeker? Ja, komt goed. Nou, zo, wat ben ik niet? Oh, mijn god, jongens. We hebben een auto. Nee, ik ben er echt zeer tevreden mee. Bij Klas Car Rental bij Avant Car. Ja, het is wel een beetje benauwd, is het, hè? Nou gaat hij aan. Oh, we zitten in de auto. We hebben net even wat geluncht, ontbeten bij Cappuccino. Nou, wij zijn even... Ja, gewoon lekker. Ik weet niet echt hoe ik het schijntje zeggen. Charlotte heeft nooit olijven gegeten, maar we zitten bij Santa Gertrude, dus eventjes bij Vivo heet dat. Even een snelle snack. Net gegeten, maar goed. Het ziet er toch niet aantrekkelijk uit? Nee, het ziet er niet lekker. Het lijkt net een gezichtsmasker. Het lijkt net een gezichtsmasker of zo. Ik wil bijna op mijn gezicht smeren. Is het lekker? Maar het is toch wel gewoon aioli. Nou jongens, wij... Huh? Nee. Ik zit even lekker door. We zijn in het hotel en we slapen in het OM. Hotels. En ik heb hier dus 2 jaar geleden met mijn zus ook geslapen. En dat was toen wel chill. Nou, het is heel basic. Dit is een wc'tje. We hebben hier onze kastruimte. Hebben we alvast even ingedeeld. We hebben hier wastafel. Ben ik. Oh. Douche. Bedje. Met een balkonnetje. Oh, en ik moet even niet zoveel, want er liggen twee meisjes met zijn wat. Anders lijkt het een beetje alsof ik hun film. Nou, wij hebben ons inmiddels even klaargemaakt. Nou, mijn camera lijkt sowieso bleek. Dus overal, nee, dat valt wel mee. Ja. Maar goed, we gaan zo eventjes naar het stadje toe. Gaan even een rondje lopen. En dan gaan we daar even kijken waar plekken is om te eten. We zijn best wel moe. Dus we hoeven het niet per se heel laat te maken vanavond. Dit is wat ik aan heb. Barney fucking Hardy. Een blazer aan, die is van Naked. En een topje, die is van Shein. Broek is van de Zaar. Mannenafdeling. En mijn schoenen. En mijn nieuwe zonnebril. Ik ga er zo van door. Het is nu, hoe laat is het? 4:30. Hollandse tijden. 4:30. Ja, we zijn super moe. Dus we dachten, als we vroeg gaan eten, dan maakt het ook niet echt uit als we ergens niet gereserveerd hebben. Want dan is er toch wel plek. Good morning. Het is vandaag... Vrijdag. Zo. Wij zijn klaargemaakt. Want we gaan lekker naar het strand. De zon schijnt. Al moet ik zeggen dat het daar wel een beetje bewolkt is en we daar naartoe gaan. Dus ja, we gaan naar het strand. Naar La Escolera. Daar gaan we eerst gewoon daarvoor op het strand liggen. En dan willen we daar eigenlijk even gaan lunchen. Dit aan. En Charlotte heeft dit aan. Echt een nieuwe camera, want er zit dus een zandkorrel in mijn lens. Maar echt daarin. Dat is heel lang. Ja, maar nu wordt het steeds lelijker. Als ik tegen het licht inviel, dan zie je dat heel erg. Nou jongens, wij zitten lekker bij La Escolera. Het is eigenlijk echt super lekker weer nu. Als de zon schijnt, het gaat zo wel wat bewolkter worden. Maar als ja, rond 3 zeg ja, ze. Maar als de zon schijnt, is het wel echt heel lekker. We zitten lekker hier. Voetjes. Zou die teentjes zo heen en weer bewegen, hè? Ja, ik ben gewoon iemand die op de lucht met de voet vet is. Ja. Nee, super lekker plekje. We gaan hier even alleen wat drinken en dan gaan we daarna ergens anders lunchen. We zitten bij een tentje. Het heet... hoe heet het nou? Oh, hier. Se Escolé Oleteca. Oleoteca, zoiets. Het zit al naast de weg, dus dat is wel jammer, want je hoort echt die auto is fucking hard. Maar het is wel een heel cute tuintje. Dus, lekker eten. Nou, heerlijk. Lekker broodjes. Broodjes. Lekker. Zo, wij hebben ons eten. Ik heb lekker een zalmtartaartje. Het ziet er echt lekker uit. Ik ruik al lekker de citroen. Wat heb je in garnalen? Garnalen. Frituurde garnalen. Lekker. Shrimp salad. Shrimp salidi. Nou, oké. Dit is tot zover. Ik ga even foto's maken.
bij ons boven. Nou, er gaat net een vliegtuig opstijgen. Daar gaat hij. In de vert. Het is super bewolkt, maar het is gelukkig niet aan het regenen. Dit is trouwens het uitzicht van het dakterras van ons hotel. En dan daarachter, om die bij heen, daar is Tropicana en Yondaan Blue Marlin. Oh, en daar in de verte gaat de mooie vliegtuig. Oh, en dit is mijn outfit van vanavond. Blouses van de Zaar. De broekjes van de Zaar. Miauw, miauw. Hey. Wat een poepje. Hij is echt fluffy ook. Ik denk wel dat hij vlooi heeft. Het enige waar ik aan kan denken is dat hij vlooi heeft. Zou ik hem anders helemaal liggen? Over. Nou, we zitten in de Wagwag. We hebben even wat foto's gemaakt. Ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind. But we shall fucking see. We zijn een week vroeg, dus we gaan even een rondje rijden daar in de buurt een beetje. Ja, zo wit op dat scherm. Kijk. Ja, maar dat komt dus door de camera. Toch weer weer bent. Ik weet ook niet wat er mis mee is, maar het gaat het laatste week niet meer goed. Santa. Hey, Dago. Hey. Oh, die hebben we bijna gegeven. Wat zie je? Ja. Dit gaat echt vallen. Echt niet blijven staan. Daar gaat hij. Oh. Ja, ja, ja. Scheiza. Nee, jongens, we zitten bij Nagai. En dit is dus een sushi tent. En we gaan even ASMR doen. Nee. Oh, is dat goed? Ik denk dat gewoon iedereen... rammen. Lekker. Nou, eerst sushi is er. We hebben crunchy avocado. Dus ik ben heel benieuwd. Crunchy avocado. Nou, nog een lekker rolletje. California. Rolletje. California. Dit zijn noedels. No shit. Die gaan we nu lekker even opeten. Murderen. Nou, we hebben ons toetje. Zo, ik ga hem beginnen. Yeah. Oh. Lekker. Taste test. Wow, het is echt heel koud. Ja. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En we gaan zo even naar het stadje toe. Het is best wel lekker weer. Wat we niet hadden gedacht, want het zou eigenlijk vandaag echt een kutdag worden. Koud, regen, kut. Maar het zonnetje schijnt, de wind waait wel heel hard. Het is wel een beetje bewolkt hier omheen. Dus we gaan het zien, we gaan het allemaal zien. Maar goed, we gaan nu even naar de stad. Even winkeltjes kijken, even ergens lunchen. En dan kijken we daarna wel weer verder. Oh, ik ben Charlotte kwijt. Hey, anders doe jij van die leuke fans met van die blokjes erop. Nou, wij zitten lekker bij de croissant show. En we hebben allebei lekker geen croissant. En she is spilling water. Jij hebt een poached egg, iets. En ik heb een crepe en Nutella in mijn naam. Oh, lekker. Zo jam. Gaat wel goed met jou, hè? Ja, ik zit er helemaal onder. Wij zijn even aan het lopen door de oude stad bovenin. Heel cute. En het zonnetje schijnt weer. Het regende net even. Maar het zonnetje schijnt nu weer super lekker. Nog even lekker lopen. We zijn net op de polder. Ja, want de zon is wel een beetje fel. En ik vind het jammer dat ik niet echt een heel erg Instagrammable outfitje aan heb. Dat is toch dan weer jammer. Want ja, weet je, je bent hier toch niet voor niks. Dus ik loop hier niet voor lol. Ik bedoel wel eigenlijk wel een leuk fotootje, maar... not really nice outfit. Ik heb deze slippertjes niet aan. Heb. Zo, ik was zo op mijn bek gaan als misschien wat ik had gedaan. Jezus Christus, niet normal. Not a rye. Leuk. Het ging al bijna. Oh mijn god. Ik ging bijna op mijn snuit. Je ziet er veel slecht dat het er een afstap is. Ja, daar viel ik net bijna daar. Ja. Maar een beetje straatjes. Ja, er wonen hier gewoon niet heel veel mensen. Ja, jongens, we liggen op het dakterras. Het is fucking koud. Nee, net geen zon deed. Het was super lekker weer. En nu gaan wij liggen. Is de zon weg. Kijk. Deze fucking wolk. Zit nu dus voor de zon. Maar we zijn even wat fotootjes ook aan het maken. Dus... leuk. En we zitten nog een beetje in dubio of we vanavond uitgaan of niet. Nou, wij hebben ons klaargemaakt. Ik moet net heel hard iemand langs rijden. We gaan namelijk zo lekker uit eten bij La Brasa. Het is nu 8 uur. We hebben om 8:30 gereserveerd.
Dan gaan we daarna even drankjes doen in Ibiza stad. En dan gaan we, als het goed is, naar de Pacha. Dat doe ik, dus doe het. Nee, maar ja. Eens moet nooit, ooit moet ik eerst keer zijn. Ik heb weer lekker een zwarte outfit aan. As always. Naked, Zara naked. En Sloeken heeft natuurlijk, as always, weer een kleurrijke outfit aan. Nou jongens, ik neem mijn camera even niet mee. Want als we vanavond uitgaan, ik wil niet te veel mijn tas hebben zitten. Dus als ik iets film vanavond, dan is het lekker met mijn telefoontje. Morning, het is vandaag zondag. En wij zijn ons aan het klaarmaken. Want we gaan zo lekker naar het strand toe. Ik heb echt een mega grote pukkel hier. En dat doet ook helemaal pijn. We waren vannacht echt pas om 4:30 thuis. Nou, we zitten lekker met Tropicana. Even lekker lunchen. Toevallig schijnt de zon nu, maar het is echt alleen maar bewolkt geweest. Heel kut. Ja, het is echt deze kant. Ja. Alright, nou, wij hebben een stranddagje gehad. En het was uiteindelijk best wel lekker op het strand. En nu zijn wij ons eventjes aan het klaarmaken. Want we gaan zo even eten met Saar en met nog twee vrienden van haar. Dus dat is heel gezellig. Oh, je ziet het op camera heel erg. Ja, je ziet het ook. Ik vind dat echt zo lelijk. Ik ga morgen denk ik een strepjes bikini aan doen. We gaan nu dus naar La Bodega. Lekker tapas eten. En dan gaan we daarna, als het goed is, naar Blue Marlin. Maar we moeten even kijken of we daar dadelijk zin in hebben. Onze kennende hebben, daar heb ik op het begin vanavond echt overal zin in. En dan als het erop aankomt, denken we na. Kijk, daar kunnen we wel even heen. Ja, dat we daarna nog uitgaan. We zijn er weer. Nee, hier is die ingang. Meiden, meiden. On the way to a party. Het is vandaag maandag. En ik denk dat ik vandaag en morgen ook nog even bij deze vlog erbij doe. Want dan is het één grote vlog. Dat vind ik wel leuk. Wij zijn net thuis van het strand. We hebben een hele goed strand gelegen. We waren vannacht echt super laat thuis, omdat een van de mensen waarmee we waren had een klein ongelukje gehad. Dus we hebben echt tot 4:30 in het ziekenhuis gezeten, want ik was natuurlijk nuchter, want ik reed. Dus ik moest rijden naar het ziekenhuis. Nu gaan we ons even klaarmaken, gaan we even lekker chillen en vanavond gaan we het eten. Sarah die heeft nu een restaurant doorgestuurd, waar we waarschijnlijk vanavond gaan eten, denk ik. Dus dat is de planning voor vandaag. En morgenavond gaan we alweer naar huis. Ik heb echt geen zin om naar huis te gaan. Nou, wij hebben net de Waggle geparkt. De Waggle. We are walking. Zo, is het nou zo donker of? Nou, wij lopen nu. Dit is wat ik aan heb. Very simply. We gaan eventjes een rondje lopen. Dan gaan we daarna eten. We moesten dus vannacht in het ziekenhuis een mondkapje op. We voelden ons helemaal bed in. Maar we moesten dus een mondkapje op het ziekenhuis. Moet dat in Nederland nog? Nee, gek. Nee toch? Oh, er is helemaal een schroef uit mijn ding. En niet meer, nee. Ik kom regelmatig nog in. Ik kom regelmatig op het ziekenhuis en in de dokter. Want mijn probleemkind en ik heb het nooit te doen. Dan ga ik een rondje lopen kijken of we ergens een leuk fotootje of iets kunnen maken. En dan lekker eten. Nou, we zijn lekker aan het eten. Zaartje. We moeten wel zo zand. Jij hebt lekker dio's aan mij. Ja, als je wat ik dio's dat je wil. Ja. Zijn je er nog zo lekker. Lekker. Wat is dit? Geen vlees op. Nee, dit is een soort kruimel. Of een... Zorgen. Zorgen. Wat was dat? Wat was dat? Hierbij. Huh? Wat gaat hij nu opeens aan? Goedemorgen, we zijn onderweg naar Tropicana. Want wij hebben net uitgecheckt. En dit is onze laatste day. So, you know, you got to keep the tan up. And it's a lifestyle. It's a lifestyle. Brian. Ik ga naar Blue Marlin pakken. Ja, ik ga naar Blue Marlin. Even lekker een choppie. Even tannen. Ik wil nog even een leuke foto maken ergens. En dan gaan we daarna alweer naar huis. Is het net zo donker? Ja, dat lijkt zo. Ja, de camera is een beetje aan het kutten. Ik weet ook niet wat er allemaal aan het is. Het is hier lekker druk. Oh nee. Kijk maar weg, ik wil niet op de camera. Echt een vlogger. Kijk, het is een beetje jammer dat daar nu uit staat. Anders had ik er op dezelfde plek een foto kunnen maken. Nou ook. Nou, we zitten even lekker bij Tropicana te lunchen. Ja, ik denk dat ze zo vers mogelijk het eten willen afleveren. We hebben eventjes pastetje besteld. Lekker pastetje. Lekker pastetje. Lekker. Nou, mijn mond is schijnbaar onder. Nee, valt best mee. Wij zijn weer back at our hotel. Lekker bij veel minuten. De bel.
En dit is trouwens ons hotel. Super cutie. Heel warm. Het is ook heel warm hier, want er staat hier helemaal geen wind. Ja. Ik heb niet als. Echt, hè? Maar we gaan ons even snel omkleden, klaarmaken. Koffer. En dan gaan we zo meteen even tanken. En dan naar het vliegveld. En dan gaan we naar huis. Ik heb echt geen zin om naar Nederland te gaan. Maar het wordt volgende week super lekker weer in Nederland. Het is inmiddels de volgende dag. En ik ben weer thuis zoals je kunt zien. Ik weet niet wat er met mijn camera is, maar ik lijk zo wit. Ik ben weer lekker thuis. Ik kwam gisteravond om 11 uur zoiets aan. En toen ben ik eigenlijk bijna gelijk gaan slapen. Want het was echt super, super moe. En nu ben ik me eigenlijk alweer aan het klaarmaken om straks de deur uit te gaan. Maar ik ga deze vlog wel afsluiten, want de volgende weekvlog gaat beginnen. Zo, dat was helemaal vol. Dus ga ik afsluiten. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel ik gefilmd heb. Dus daar ga ik achter komen als ik hem ga bewerken. Maar ik vergeet altijd een beetje wat ik allemaal film als ik vlog. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal gefilmd heb. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie in mijn volgende video weer te zien. Doei doei!